Ik ben Mirjam Verploegen, zus van Jos. Onze specialiteit is uiteraard schoenen. Daarnaast verkopen we ook accessoires zoals tassen, ceintuurs voor de dames, sjaals. Maar het hoofdbegrip bij ons is schoenen, voor zowel voor dames, heren als kinderen. En dan voornamelijk in het midden tot het hoogsegment. De klanten komen naar ons toe omdat wij vakkundig personeel hebben, geschoold personeel. Uiteraard hebben we een zeer, naar onze mening, een zeer uitgebalanceerde collectie in onze winkel staan. Wat wij belangrijk vinden in het ondernemen is service geven aan de klanten, het omgaan met de klanten, dat ze graag bij ons in de winkel willen komen, sowieso. Met collega's omgaan, eigenlijk alles wat met ondernemen te maken hebben, staat ons wel eigenlijk heel erg aan. Dat wij toch één op één klanten helpen, dat we nog op de knie gaan voor de klanten om de schoenen aan te trekken, om vakkundig gemeten te worden voor de kinderschoenen bijvoorbeeld. Daar stellen de klanten heel erg op prijs. Ik denk dat onze winkel succesvol is doordat onze ouders al meer dan 44 jaar geleden het bedrijf gestart hebben. En wij zijn in 1991 hebben het bedrijf mee overgenomen en sindsdien hebben we met de paplepel ingekregen. Dus we zijn in dit bedrijf als vis in het water, zeggen ze wel eens. Het innovatieve bij ons is eigenlijk ook het stukje vernieuwing van de interieurs. Wij moeten als bedrijf zijn ook vooruit kijken en vooruitdenken hoe het dadelijk in de toekomst wordt. Stilstand is achteruitgang. 44 jaar en Wiegen ook al 30 jaar en het Druten al 20 jaar. Dus we zijn wel een gevestigde naam hier in de regio eigenlijk wel. Iedereen weet wel ons, kent ons eigenlijk wel. Dus, ja. Zegt toch wel wat. Onze toekomst in het bedrijf is, mijn twee zoons zitten allebei al in het bedrijf. De dochter van Mirjam die doet de PR en de Facebook en social media. Echt een familiebedrijf. We zijn eigenlijk wel trots. Wij zijn ook de enigste winkel die nog vanaf begin af aan hier op dit Julianenplein in Beuningen gevestigd is.